like precious kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Welkom bij Precious Kids. Hallo alle Precious Kids. Welkom bij een online Precious Kids. Ik ben super blij dat je weer samen met mij hier bent. Ik geloof dat we vandaag weer een nieuw woord mogen ontvangen. En ook nieuwe blijdschap van de Heer. Misschien zelfs nieuwe wijsheid. Amen. Dat we steeds slimmer mogen worden. Of wijzer mogen worden in ons wandel met de Heer Jezus. Amen. En natuurlijk gaan we eerst met z'n allen bidden. Kom, sluit je ogen. Richt je hart op de Heer. Laten we bidden. En wees niet bang om je tongentaal te blijven beoefenen. Laten we dat samen doen. Dank u wel, Heer Jezus, dat wanneer wij in de tongentaal spreken, dat u onze geest versterkt en dat u onze harten kent. Misschien begrijpen wij niet de taal wat we spreken, maar u weet wat het betekent. En u zal het gebruiken, Heer. Dank u wel voor de gift die u ons geeft door de tongentaal. Heer, vandaag willen we een nieuw woord van u ontvangen. Iets wat ons kan versterken. Iets wat ons wijzer zal maken. Iets waarvan we zullen leren, Heer, in de naam van Jezus. Dank u wel dat we mogen ontvangen. En als je er klaar voor bent, zeg amen. Amen, precious kids. Applaus voor de Heer. Oké. Deze hele maand spreken we al over dat de Heer Jezus, onze goede herder is. Amen. En een herder, wij zijn zijn schapen. Een herder die zorgt goed voor zijn schapen. Die zorgt voor bescherming. Die zorgt ervoor dat de schapen niet bang hoeven te zijn wanneer er wolven komen. Die zorgt ervoor dat er genoeg eten is voor de schapen. Die zorgt ervoor dat de schapen lekker kunnen slapen. Die zorgt ervoor dat de schapen naar mooie weilanden kunnen gaan. En dat lezen we allemaal in Psalmen hoofdstuk 23. En weet je wat mooi is, precious kids? De hele jaar 2021 zullen we van dit hoofdstuk leren. Dus, ja, verwacht veel van elke week. En ik ben hartstikke blij als je dit weer hoort. Waarom is het zo belangrijk dat we naar deze video's kijken? Want dan, door de filmpjes, misschien spreekt Gigi Joy, misschien Coco Levi, misschien ik, kan God iets nieuws aan jou geven. Misschien verhalen van de Bijbel wat je allemaal kent, maar opeens geeft God jou nieuwe wijsheid over dat verhaal. Mooi, hè? Dus laten we trouw zijn om deze filmpjes te kijken. Oké. Deze week wil ik jou herinneren en misschien weer leren, misschien heb je dat nog nooit eerder gehoord, dat het belangrijk is dat wij het woord van God horen. En niet alleen maar horen, maar ook naar luisteren. Dus dat we ook aandacht geven aan het woord van God dat wordt gesproken of voorgelezen of wat je misschien zelf leest. En dat we ervan leren. Amen. En waarom is het zo belangrijk? Want ten eerste, ons geloof groeit door het horen van het woord van God. Dus als je misschien voelt van, oké, Jessica, nu weet ik al wie Jezus is. Nu weet ik al wie de Heilige Geest is. Maar ik wil nog meer leren van het woord van God. Ik wil nog meer groeien in mijn geloof. Dan is de sleutel, het belangrijkste is dat je het woord van God hoort. Want daardoor zal je geloof weer groeien. Amen. Als je geloof zegt, amen. Amen. Dus daarom is het luisteren en het horen van het woord van God heel belangrijk. Maar kijk, als je alleen maar luistert, maar je doet er niks aan. Bijvoorbeeld het woord van God zegt, vergeef de mensen die je pijn hebt gedaan en heb ze lief. En dan zeg je amen, want je gelooft, dat is wat ik moet doen. Maar je doet het niet. Dan heeft het eigenlijk geen nut, toch? Daarom is het niet alleen belangrijk dat we het horen, maar dat we het ook doen. Dat we ervan leren. Amen? En weet je wat zo geweldig is? In het woord van God, in de Bijbel, in Micha hoofdstuk 4, als je al kan lezen en je Bijbel erbij kan pakken, blader dan snel naar Micha hoofdstuk 4. En als je het nog niet hebt gevonden, druk dan nu op pauze.
Micha hoofdstuk 4. En we willen kijken naar vers 4. Dus Micha hoofdstuk 4, vers 4. En ik zal het voorlezen uit de basisbijbelvertaling. Alle mensen zullen in vrede in hun eigen huis kunnen wonen. Niemand zal hun kwaad doen. Dit is wat de Heer zelf zegt. En hij zal het ook doen. En in vers 5 staat er, want alle volken leven nu nog op de manier die hun goden van hen vragen. Maar wij zullen dan voor altijd leven op de manier die onze Heer God van ons vraagt. Amen. Dus wanneer wij luisteren naar het woord van God en het woord van God doen, ervan leren, dan is dit wat God belooft dat er zal gebeuren. Er zal vrede komen. Amen. We kunnen in veiligheid leven. En vele volkeren die nu nog niet geloven in de Heer Jezus, zullen zich bekeren. Amen. En misschien bedenk je je nu, oh, ik ken nog wel een vriend of vriendinnetje van mij die Jezus nog niet kent. Nou, nu is jou de taak om dus te luisteren naar het woord van God en het te doen. Zodat ook die vrienden van jou de Heer Jezus mogen kennen. Amen. Voor alle Precious Kids van 3 tot 6 jaar. Ik hoop jullie straks te zien bij onze Jitsi om 12:30. Dus tot dan. En alle Precious Kids van 7 tot 11 jaar om 13:30. Dan gaan we nog meer over de Heer leren en zijn woord. Amen. Laten we afsluiten in gebed, Precious Kids. Kom, sluit nogmaals je ogen. En laten we dit echt doen omdat we geloven. Heer Jezus, dank u wel voor uw woord. Mogen wij ervan leren, mogen wij het begrijpen en ook doen, Heer, in de naam van Jezus. Zegen onze pastors, zegen onze leider, Gigi Joy, in de naam van Jezus. We zullen geweldige dingen zien vandaag. Als je ook gelooft, zeg dan, amen! Woe, applaus voor de Heer! Amen! Tot volgende week! Doei! Welkom bij Precious Kids, welkom bij Precious Kids.